Dames en heren, welkom. Welkom op deze tweede Backer Rock Night. Hartelijk welkom in de zaal van Café Outback. Backer Rock Night, tweede editie, staat in het teken van twee vooraanstaande singer-songwriters van de jaren 60, 70. Kunnen we niet omheen, Bob Dylan en Neil Young. Maar dus eerst nu, Van Hout Trio. If you all know this one. Aruba Carter still running around. It's the story of the hurricane. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Petty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here come the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell. One time he's gonna be the champion of the world. All right, come on, man. There's Patty C and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says and he throws up his hands. I was only robbing the register, you know, I hope you understand. Just saw them leave and he says and he stops. One of us had better call off the cops. And some Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot back of the night. Oh, it's so high. Vanavond staan we hier in Outback, in Backer Rock. Maar dit is ontstaan uit iets heel anders. Vertel eens even. We hebben eigenlijk 11 jaar Backer Blues gedaan. En we hadden op een gegeven moment, na al die jaren, waren succesvolle jaren, hadden we zelfs iets van, we willen eigenlijk iets breder geschakeerd gaan doen. Niet alleen puur blues, maar ook rock, misschien punk of noem het maar allemaal op. Om de andere muziekstijlen ook een kans te geven om hier te spelen. En dat is wat we nou, daarvoor hebben we vanavond ook een Neil Young, Bob Dylan avond. En in november hebben we een Metallica avond. En dat is eigenlijk de opzet van wat we nou gaan doen. Kribbelt bij mij altijd. Dus ik weet dat je zelf ook op het podium hebt gestaan. Ja, ik heb verschillende jaren zelf met mijn vriendin het podium gedeeld. Dus ik weet zelf ook wel wat het is om op het podium te staan. De kick wat je krijgt als je op het podium staat, muziek te maken en om mensen te entertainen. Dat is, ja, iedere muzikant doet het daarvoor. Dat is die kick wat je dan ook extra krijgt. Dat is een druk. Voor mij is het een druk om op het podium te staan om dat te doen met de mensen. Maar ook het organiseren is voor ons een. Het zit gewoon in je om dat te doen. Everybody knows this is nowhere.